Op ruime schaal geschiet tegenwoordig het bouwen van woningen in ons land volgens het principe der montagebouw. Dat is een vrij snelle methode. Alle onderdelen van beton zijn tevoren pasklaar gefabriceerd. De op deze wijze vervaardigde woningen doen in degelijkheid niet voor de bekende bakstenen woningen onder. Tot dusver geschiedde de fabricage van de betonnen elementen met behulp van pneumatische handstampers die de voor de onderdelen nodige specie in de vormen van verschillende grootte vaststampen. Een grote productie was met deze werkmethode niet mogelijk. Nederland heeft voor dit soort werk nu dankzij de Marshallhulp de beschikking gekregen over een zeer moderne machine, welke door minister in het veld deze dagen in gebruik werd gesteld. Deze machine is een van de eerste van dit type welke in Europa is gearriveerd. Hiermee wordt de mogelijkheid geopend om onderdelen voor de montagebouw met een tot nu toe ongekende precisie en snelheid te vervaardigen, waardoor een belangrijke bijdrage wordt verkregen tot het verhogen van de woningproductie. Elke minuut verlaten nu 8 betonelementen de machine. Dit vernuftige apparaat kan per week de montageelementen voor 50 woningen vervaardigen. De maatschappij die thans de beschikking over deze machine heeft gekregen, heeft reeds 1100 montagewoningen opgeleverd. 1200 zijn er nog in uitvoering en er is een begin gemaakt met de bouw van 2000 nieuwe woningen. De ontwikkeling en uitbreiding van de montagebouw wordt beschouwd als een van de voornaamste mogelijkheden om de woningnood het hoofd te bieden.